told it was the end show. All the women have to be over there. Ja, naar de goal. Ja, naar de goal. Hoi, ik ben Gina. Ja, jullie zijn kampioen geworden, hè? Ja. Hoe hebben jullie dat bewerkstelligd? Zag u? Hoe hebben jullie dat bewerkstelligd? Ja, hard gestreden met elkaar. Ja. Hoe is het om in een team te spelen? Mijn team is superleuk. Ja? Vertel eens, hoe is de sfeer en hoe zijn jullie er naartoe geleefd? Ja, gezellig en we doen het met elkaar. Geen geruzie. Supergezellig. Hebben jullie ook doelen voor de komende jaren? Ja, ik wil vaak kampioen worden. Ja, wil je in de top mee gaan draaien? Nee, ja. Zit het erin? Want als ik zo zie, dan als jullie ongeslagen kampioen zijn geworden. Als we hard werken, dan wel. Ja? En dat kan je hier gaan doen, hè? Ja. Nou, succes. Dank u wel. Daar hoort dan ook een huldiging bij, vind ik op zijn minst ook op zijn plaats. Dan gaan we beginnen. Ik roep ze allemaal één voor één naar voren. En dan weet je niet wat ze meemaken. Dus als ze ook naar buiten komen, geef ze een hartelijke applaus. Gaan we beginnen met de eerste speelster. Dat is Celeste Sponsley. Jaden. Ik ben Ilko Jansen. Ik ben keeper van het eerste elftal van de amateurtop. En ik ben bestuurslid PR-zaken en de sponsoring. Ja, en eigenlijk ga je ook over de dames, hè? Ja, ja, in ieder geval voor wat we nou hebben geregeld, hebben we mede mogen organiseren, zeg maar. Ja, hoe gaat het met de dames? Eigenlijk prima. We zijn blij dat we een damestak hebben. Dus ook echt de dames hebben. Maar ook een meiden onder 17 elftal. Ze zijn kampioen geworden? Ja, het eerste teampie wat onder onze naam kampioen is geworden. Ja. Het is wel een enthousiaste groep, hè? Het is een hele enthousiaste groep. Ze kennen elkaar allemaal door en door. Het zijn goede vriendinnen van elkaar. Dus alleen maar mooi om te zien. Ja, wat is de toekomstvisie op de damesvoetbal? Eigenlijk hopen dat we ook in meerdere leeftijdscategorieën een meiden-dames voetbalteam krijgen. We hebben dan de leeftijd in de seniorenleeftijd, dus 18 jaar en ouder. We hebben nu een onder 17 elftal, wat voorheen ook de onder 15 elftal is geweest. En we streven er wel naar om daar nog een onder 15 minimaal nog bij te krijgen. Ik kan me zo voorstellen dat je toch een stukje reclame wil maken voor FC door de dames. Ja, zeker, zeker. Dus, vind je het leuk om te voetballen als meid of als dame zijnde? Vind je het leuk om voor FC Dordrecht te spelen? Nou, dan ben je bij ons van harte welkom. Hoe kunnen ze terecht? Ze kunnen op de trainingsdagen, op de maandag en op de woensdag, kunnen ze hier altijd terecht. Dus, vanaf 5 uur is de kantine open. Er is altijd iemand van het bestuur of van het jeugdbestuur aanwezig. Of via onze website fcdordrecht-am.nl. Dankjewel. Met Ron van der Weijden, ik ben...
trainer van de meisjes onder 17. Oh ja. En jeugdcoördinator van de jeugd van de amateurs. Ja, trots. Ja, heel trots. We hebben het goed gedaan natuurlijk. Ja. Het meisje 10 gespeeld, 30 punten, dus veel beter kon het niet. Wat is het geheim? De inzet, denk ik. Ja? Dat ze, en ze hebben er plezier in, dus ze doen het met z'n allen. Dus ik ben er hartstikke trots op. Ja. Wat is het vooruitzicht? Nou ja, het vooruitzicht is dat ze moeten ietsjes harder gaan trainen, kan ik wel zeggen. Iets serieuzer. Maar als dat nog serieuzer wordt, ik heb op dit moment 19 meisjes. Met een mix van alles en nog wat. Dus ik denk dat we na de winterstop gewoon weer een goede gooi gegeven. Ik neem aan dat we klasse hoger gaan voetballen. Dus dan zullen we kijken hoe het loopt. Ja. Het is een mix van alles, want ze voetballen onder 17, maar mijn jongste is 12. En de oudste zijn er 17, is de dispensatie. Dus dat komt helemaal goed volgens mij. Hoe zie je de toekomst voor de dames? In de hele breedte? Ja, kunnen jullie er nog wat gebruiken? Ja, we kunnen het er zeker gebruiken. Meisjes en dames kunnen hem altijd gebruiken. Want ja, dat zeg ik, we hebben er nu 19, zelfs eigenlijk 20. En als we er nog wat bij krijgen, kunnen we natuurlijk ook twee teams starten. En bij de dames kunnen ze ook eventueel nog wel wat gebruiken. Maar ik denk ook omdat het damesvoetbal natuurlijk in de lift zit met het Nederlands damesteam. Ja. Dat het heel goed gaat dat dat meisjes en dames gaat aantrekken, verwacht ik. Zou ook FC Dordt ook meehelpen? Dat jullie nou FC Dordt zijn? Ja, dat denk ik wel. Ik heb veel contact met de technische directeur van Dordrecht, Peter Drijver. Dus we hebben bijna dagelijks wel met iemand van de BVO contact. Dus de samenwerking tot nu toe loopt dat heel prima. Eigenlijk. Ja, als je achteraf kijkt, dan zijn jullie er wel gelukkig mee dat het zo gegaan is. Dat het nu er is. Ja, zeker. Kijk, ik moet erbij vertellen. Natuurlijk, wij hadden voor ons had het probleem met de corridor niet hoeven te ontstaan. We hadden wel problemen met een buurman, zoals inmiddels iedereen weet. Ga ik me daar voor de rest niet over uitlaten. Maar het had voor ons niet gehoeven. Hadden we gewoon onze eigen vereniging kunnen blijven. Nee. Maar ja, we moesten wat en nu is dit voor ons zeker de beste oplossing. Heel goed, we gaan het volgen, dankjewel. Helemaal goed. Ik ben Govert Spuij, ik ben al 37 jaar lid van Merwestein en al zijn opvolgers. En de laatste jaren ben ik penningmeester. Ja, vandaag een heugelijk feit, hè? Wat is er gebeurd? Nou, vandaag hebben we de officiële ingebruikname van het verbouwde jeugdhonk en de gebruikname van het kunstgras. Het is nodig, hè? Of het was nodig? Ja, de situatie met de buren heeft ertoe geleid dat ook de sportvisie bij ons aan de deur kwam en dat de corridor gesloten moest worden en dat wij moesten verhuizen. En hoe staat het er nu voor? Nou, nu we zijn natuurlijk die samenwerking aangegaan met de BVO. Amateurtak geworden van de BVO en dat heeft toch wel een aantrekkende kracht voor de jeugd. We zijn toch alles bij elkaar alweer 100 leden gegroeid sinds we de amateurtak geworden zijn. Dus ik denk dat de toekomst voor Dordrecht amateurs rooskleurig uitziet. Het is een goede deal geworden. Ja, het is een goede deal geworden waar denk ik wel zowel de BVO als de amateurtak zijn vruchten van gaan plukken. Ja, en dan zag ik ook nog de dames. Die zijn ook nog even zomaar kampioen geworden. Ja, de dames zijn eigenlijk zonder te spelen kampioen geworden, omdat vorige week de tweede verloren had. Dus maar dat is leuk, nieuwigheidje. Eerste kampioen als amateurtak. Ja, nou, we kunnen heel wat verwachten. Ja, wij gaan de komende jaren denk ik weer groeien naar de clubteam we waren van rond de 600 leden. En laten we hopen dat ook het eerste weer stappen vooruit gaat doen in de competitie. Kan het ook zijn dat uit de ploeg, de amateurtak, dat daar ook nog mensen komen voor FC Dordt zelf? Ja, kijk, we zitten wat dichter tegen de BVO aan. Dus als de talenten rondlopen, dan zullen ze natuurlijk al heel snel opgemerkt worden door de mensen van de BVO. En ja, is de stap makkelijker om naar de betaalvoetbalorganisatie door te stromen. Die hebben natuurlijk ook de jongens onder 14, 17 en 19. Dus talentjes bij de amateurtak, die vallen al heel snel op. Heel goed, we gaan dat gewoon zien de komende jaren. Dankjewel.